Het grootste deel zit hem toch op communicatie. Gebruik zoveel mogelijk standaard technologie. Waarom mislukken er zoveel IT-projecten bij grote bedrijven en overheden? Daarover ga ik in gesprek met tech-advocaat Gellert Dadi van DLA Piper. Gellert, van harte welkom. Dankjewel. Ja, dat is de hamvraag, hè? Dat is een goede vraag. Ja, nou, ik want zou het zeggen, is schering en inslag, zo lijkt het, hè? Nou. Ja, want ik zei net al in het voorgesprek, even wat krantenartikelen nagestruind, maar om maar even wat... Lidl, 500 miljoen afschrijven aan verloren IT-kosten, SAP-implementatie, leaseplan, 100 miljoen. Vertraging in de digitaliseringsagenda van tenminste 3 jaar. IT-systeem voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stopgezet. Kosten 65 miljoen plus 2 jaar vertraging. Wat is er aan de hand? Dat is een goede vraag. Kijk, het valt wel mee. Laten we dan even met het goede nieuws beginnen. Okay. Want er zijn natuurlijk heel veel IT-projecten. Zeker gezien de digitalisering die we nu met z'n allen meemaken. Ja. Elk bedrijf moet eigenlijk een tech company worden. Ja. Dus elk bedrijf moet ook op zich zijn oude systemen en oude filosofieën en bedrijfsmethodes gaan omturnen naar een meer digitale setting. Dus er wordt veel geïnvesteerd in IT. Maar je merkt wel dat het combineren van die, zeg maar, die oude inderdaad legacy systemen en die converteren naar iets nieuws, dat is gewoon heel lastig. Maar is dat ook de juiste manier om het aan te pakken dan? Om ze om te bouwen naar iets nieuws? Je kunt ook zeggen, weet je, out with the old, in with the new. En we gaan gewoon van scratch een nieuw platform bouwen. Mm-hmm. En dan kun je veel meer op, zeg maar, nieuwe standaarden kun je gebruiken en die kun je makkelijker uitbreiden. Waar het vaak misgaat is dat je hebt een oud systeem. En dat zit in de hoofden van mensen. En die mensen zijn weg door de jaren heen. Als je daar gaat zitten knutselen, hè, dan ga je een platform aankoppelen. Of je gaat iets anders doen. Ja, dan zie je dat die kennis van vroeger ontbreekt. Mm-hmm. Dus het is veel moeilijker om die koppeling aan te brengen met de nieuwe technologie. En daar zie je dat het vaak wel misgaat. Ja, en hoe voorkom je dat een blijvend probleem is? Want nieuw wordt weer legacy en dan zit je weer met hetzelfde. Want software is natuurlijk zo snel verouderd. Ja, kijk naar je eigen, als consument, hè. Ja. Je telefoontje van 2-3 jaar geleden, dat is alweer verouderd. Weet je. Het gaat natuurlijk zo snel. Ja, nou, ik denk wel dat de lifespan van zo'n nieuw systeem of nieuw platform, dat kan best 10 jaar zijn, kan best 15 jaar zijn. Maar je bent een keer aan de beurt. Dus je zult eigenlijk iteratief gedurende de levensduur van je platform bij moeten blijven. Dus je moet goed documenteren, zodat je ook onderhoud kunt waarborgen in de toekomst. Dus het is met name niet alleen maar zeggen stip aan de horizon. Mm-hmm. En over 5 jaar zijn we weer aan de beurt. Mm-hmm. Je moet juist gedurende de rit die organisatie op peil houden, de kennis op peil houden, zodat je inderdaad kunt veranderen. Ja, laten we toch even de pijn induiken nu. Hè? Want er gaat heel veel goed, maar dat is niet zo interessant om over te praten. Nee, ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed, maar dan hebben jullie ook geen werk, kan ik me zo maar voorstellen. Want kijk, vaak komen jullie in beeld als er wat fout gaat, toch? Dat is waar. Kijk, wat je wel vaak ziet is dat de mislukte projecten die de krant halen, dat zijn wel vaak hele megalomane projecten. Ja, hoe kunnen die zo megalomaan worden? Want ik bedoel, 500 miljoen afschrijven. Ik bedoel, iemand die daar verantwoordelijk voor... Wat is daar misgegaan? Ik bedoel, en of het nou Lidl is, dat boeit me verder niet zozeer, hoor. Maar 500 miljoen, weet je hoeveel uren? Ja, dat weet jij als geen ander. Ja, dat zijn best een aantal uren, inderdaad. Zo, daar kun je toch heel internet voor programmeren? Ja en nee. Ik ken deze case natuurlijk niet. Nee, ik ook niet. Maar kijk, waar gaat het vaak mis? En wanneer gaat het uit de klauwen lopen? Ja. Als de verwachtingen beginnen af te wijken. En dan ga je repareren, dan ga je eigenlijk herstellen. Terwijl eigenlijk moet je ervoor zorgen dat het vertrekpunt juist is. En dat zie je vaak bij met name die grote megalomane projecten. Dan zie je dat het is vanuit bestuurlijk niveau ingegeven. Dus de Tweede Kamer zegt, wij moeten hier een wet voor hebben. Mm-hmm. Zonder echt na te denken of het IT-technisch nou ook zo is in te regelen. Maar ja, uiteindelijk is de politiek, die moet dan daar toch uitvoering aan geven. Mm-hmm. En dan zie je dat die verwachtingen niet helemaal kloppen. En dan ga je maar wel mensen op stoppen. Want ja, een dienstverlener wil natuurlijk gewoon diensten verlenen. En die wil gewoon, ik denk naar eer en geweten, dat project goed afronden. Maar als je het vertrekpunt niet goed hebt, en dan kun je daar uren tegen aanspijkeren. Maar dan ga je het nooit echt goed krijgen. Je zegt daar net iets tussen neus en lippen. Want
Is dat zo? Want dat ze allemaal naar Eringen weten handelen. Want als ik dit soort bedragen hoor, dan kan ik me ook even... We pakken alle kanten wel. Maar als ik naar de leveranciers kijk, dan denk ik van waar ligt daar de verantwoordelijkheid? Dat je op een gegeven moment ook tegen een klant... Ik bedoel, ik ga ervan uit dat de leverancier verstand van IT heeft. Dat je op een gegeven moment in de klant zegt van nou weet je, na 100 miljoen... zullen we maar eens even kappen of terug naar de tekentafel... of in ieder geval voorkomen dat je straks 500 miljoen moet afschrijven? Ik denk wel dat kijk, je hebt een hele oude arrest van de Hoge Raad. Ik denk van ja, of ik denk 30, 40 geleden. Mm-hmm. En daarin is eigenlijk de zorgplicht van de IT-leverancier uiteengezet. En een van de kernpunten is inderdaad dat je ook moet zeggen... soms tegen je opdrachtgever, dat doe ik niet, want dat kan ik niet. Of het is niet verstandig om het zo te doen. Ja. Dat je dus uiteindelijk die opdracht moet teruggeven. Nou, nu zie je wel dat zeker in de politiek, door de politiek en door het maatschappelijke speelveld rondom IT en het geld wat erin ingaat, mm-hmm. dat partijen er wel kritischer in zijn geworden. Bijvoorbeeld, je moet nu, en dat is een van de aanbevelingen, na de Kamer-enquête over IT, mislukte IT-projecten, mm-hmm. je moet nu in je aanbesteding, moet je als leverancier aangeven waar je in het verleden, misser hebben gegaan, waar je een ontbinding hebt gehad vanwege een wanprestatie. Dus ook leveranciers zijn daar veel bewuster mee bezig om te proberen die projecten zo goed mogelijk uit te voeren. Mm. Ik denk misschien 15 jaar geleden, dan was een IT-mislukking was eigenlijk een upsell geweest. Want daar kun je gewoon meer aan verdienen. Tuurlijk, handel is handel, lekker door, we modderen. Maar klanten worden ook steeds slimmer en meer ontwikkeld op IT-vlak. Mm. Dus je ziet wel die twee mee naar elkaar toe bewegen. Mm. En dat ook leveranciers wel beter hun klanten voorlichten, meer aan de hand nemen. Maar ja, het blijft IT. Het blijft ongrijpbaar. Dus het blijft ook. Zo? Ik vind het ook altijd zo'n excuus. Ik denk van ja, hoezo is IT ongrijpbaar? Volgens gewoon code. Gewoon nulletjes en eentjes. Dat is toch zo hartstikke grijpbaar? Ja, op zich de nulletjes en eentjes wel. Mm. Maar de verwachtingen van partijen niet. Nee, maar gaat het daar veel mis, verwachtingsmanagement, wat dan weer... Ik denk dat het, als je kijkt naar... Er is heel veel onderzoek gedaan naar waarom projecten nou mislukken. Mm-hmm. En het grootste deel zit hem toch op communicatie. Ja. Communicatie tussen de gebruikers van de organisatie en de IT-dienstverleners. En dat gaat naar allebei de kanten. Mm-hmm. Stel, je hebt een IT-project dat gaat over, even willekeurig, de sluizen van IJmuiden. Mm. Dan is het wel handig als de IT-leverancier ook iemand aan boord heeft die kennis heeft van hoe dat nou precies werkt. In plaats van alleen maar over de techniek na te denken. Ja. Dus daar zie je dat de verwachtingen, die kun je overeen laten komen als partijen goed met elkaar communiceren. Mm-hmm. En dat gaat vaak nog mis. Mm. Dus het is de gebruiker die van de organisatie, die moet achter dat plan staan, achter dat systeem. Dus het moet niet zozeer vanuit de klantkant worden opgelegd. Mm-hmm. Dat zie je ook vaak. Dat ze zeggen, we gaan een nieuw systeem en dit zijn de functionaliteiten en zo gaan we het doen. Ja, maar die gebruiker die zijn SAP-formulier moet inkloppen, mm-hmm. die had een ander systeem waar hij heel gelukkig mee was. Ja. Dus die moet je meenemen op je reis. Ja. En dat is dan vaak ook weer waar de leverancier en de klant elkaar moeten treffen. Want de leverancier moet ook daarin meehelpen. Hoe is gesteld met competentieniveau en opdrachtgeverszijde? Is jouw idee? Nou, wat ik zeg, ik heb het idee dat steeds meer ontwikkeld is. Ja. Dus je hebt vaak CEO gewoon een CIO-functie binnen een bedrijf. En die heeft een heel apparaat onder zich. Kijk, waar het vaak nog misgaat, is dat mensen te veel dingen tegelijk doen. Stel, hè, je gaat een inkoopmodule kopen. Dan heb je een IT-functie. Mm. Nou, die doen dan de inkoop van de IT en dat zijn de techneuten. Maar je hebt ook die procurement-mensen nodig. Die dan de inhoudelijke invulling geven aan zo... een applicatie. Mm-hmm. En die moet je juist erbij halen, mm-hmm. zodat je kunt vaststellen, oké, wat verwacht ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou aan het eind van de rit als systeem hebben? Mm. Wanneer functioneert het? En daar heb je die mensen voor nodig. En dat zie je nog te vaak, dat je dat mensen niet de tijd krijgen. Dus echt de vakinhoudelijke gebruikers van een toekomstige applicatie. Ja, bijna de gebruikers. De gebruikers. De eindgebruikers. De eindgebruikers. Ja. Dat je die al aan de voorkant meeneemt op je reis naar een werkende applicatie. En zijn nieuwe methodieken, helpen die mee? Iedereen werkt tegenwoordig agile. En vroeger had je dan de watervalmethode, hè, met projectmanagement. Ja. Je hebt het allemaal agile, ja. Scrum, team, ja. Weet ik veel wat allemaal. Hebben we daardoor betere IT-projecten? Voor sommigen wel, denk ik. Hmm. Kijk, het verschil tussen waterfall en agile. Waterfalls ga je eigenlijk van tevoren uitstippelen. Wat je gaat opleveren, wanneer je het gaat opleveren. Je spekken en dan produceren. Precies. En eens testen en is klaar. En dat werkt voor iets wat relatief standaard is.
wat niet per se heel modebewust is. Dat je niet snel gaande de rit andere inzichten krijgt. Mm-hmm. Dan kun je dat best goed scopen en dan zo uitvoeren. Mm-hmm. En agile is veel meer dat je, als je niet precies weet waar het gaat eindigen, dat schip. Maar je wil tussentijds ook kunnen meten waar we staan. Mm-hmm. Hoe het gaat met de ontwikkeling. Dan is agile inderdaad een wat beter concept. Maar agile is ook een andere state of mind die je nodig hebt daarvoor. Ja. Dat moet je kunnen. Ja. En dan moet je durven ook met name. Ja, precies. En je zou zeggen, als je dat goed doet, dan kan het no way, want ik blijf mij verbazen, dat je 500 miljoen moet afschrijven. Kijk, bij agile kun je veel eerder de stekker eruit trekken. Ja. Klopt. Ja, want ik nog één keer erop hamer. Waarom? Kijk, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, oké, we hebben een project van 500 miljoen. Vind ik al, het hele project 500 miljoen vind ik al bijna niet in te beelden. En dat er dan 3 miljoen uit de pas loopt, oké. Maar 500 miljoen afschrijven. Dan denk ik van, daar heeft er iemand zitten slapen? Of ben ik nou... Nou, kijk, wat ik heel vaak zie bij van die complexe IT-projecten... Ja. Dan is, dat zijn al vaak vrij kostbare projecten. Dus ik weet niet wat het startbedrag van die opdracht was. Maar even, maakt niet uit. Je ziet vaak dat mensen gaan, dat heet dan doormodderen in onze doctrine. Ja. Dat betekent dat je bent ergens in een proces. En dan heb je een soort point of no return, ben je al voorbij... En dan heb je al heel veel geïnvesteerd. Het management zit er al diep in. Mm. Heeft zich al gecommit. Dus het is ook heel moeilijk om dan toch op dat moment te zeggen... nou, we trekken de stekker eruit. En dan ga je doormodderen. Ja. Tot op een gegeven moment iemand wakker wordt en zegt... nou, dit gaat echt te ver, jongens. Dit kan niet. Het beter ten halve keren dan ten hele finale punt is ook voorbij. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is het gewoon... En wie is dan eindverantwoordelijk? Nou, dat ligt een beetje aan het contract. Ja, want aan welke kant zitten jullie vaak? Qua dienst? Wij zitten allebei. Allebei. Wij zitten allebei. Wij doen en voor opdrachtnemers en voor opdrachtgevers. Okay. Kijk, om nou bijvoorbeeld een agile project te nemen... dat er is een bepaalde misconceptie, een bepaalde mythe ontstaan... dat bij agile de leverancier bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk is. Mm. Want agile staat per definitie, staat de eind... deliverable staat niet vast, termijnen staan niet vast... en de product owner, dat is vaak de klant... Yeah. Die bepaalt wat er per sprint gaat gebeuren. Juist. Maar dan nog steeds heb je wel een soort overarching storyline... waarin je toch wel een beetje... dat is je achtergrond, dat is je hoofdlijn. Dus ook de dus misschien heeft de leverancier niet een deliverable keihard van... je moet dan opleveren, maar hij heeft wel een zorgplicht. Hij moet wel zijn klant aan de hand nemen, adviseren over... hoe je dat proces moet inrichten, hoe het gaat. En inderdaad, wat we net eerder bespraken, soms ook zeggen... Dit gaat hem niet worden. Nee, moet je misschien maar stoppen. En hoe groot zijn de risico's aan het worden? Want ik krijg wel eens het idee, je merkt misschien wat het is. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Uh-huh. Met name omdat ik me vaak enorm verbaas. Maar tegenwoordig ook wel eens dat ik best wel bang word. Ik denk van, als ik kijk naar een belastingdienst... of ik kijk naar een andere overheidsorganisatie... ik denk van, wanneer valt het een keer om? En nou kan het de belastingdienst zijn, maar het kan ook... de sluizen in IJmuiden zijn. Het kan, oftewel, IT zit natuurlijk overal in tegenwoordig. Wat voor risico's lopen we hier als... of dat nou de incompetentie is of door wat voor reden dan ook... IT-projecten mislopen en dat straks echt dingen fout gaan? Ja. Nou, op zich is ook de reden waarom ik eigenlijk IT-advocaat ben geworden. Yeah. Want ik ben in 1999, 2000 afgestudeerd. Toen hadden we Y2K... Ja. De Millennium Bug. Ja, dat was wat, zeg. De wereld zou vergaan. Ja, ja, ja. Vliegtuigen zouden neerstorten. Ik was blij dat ik een kelder had. Ja. 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 En voor mij was dat toen een soort eye-opener. IT is wel belangrijk. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet minder geworden door de jaren heen. Nee, wat heet. Gelukkig hebben we wel, ook vanuit de politiek, wetgeving, Europese richtlijnen die wel toetsen. Met name de bedrijfskritische of de maatschappijkritische systemen. Dat die wel aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Ja. Cybersecurity threats kunnen weerstaan tot een zekere hoogte. Ja, alleen wie, dus men is er wel mee bezig. Ja, maar wie? Want dan heb ik het weer van... wat is het competentieniveau van degene die dat allemaal aan het regelen zijn? Ja, misschien ben ik nu te zeggen. Ja, sceptisch, maar... nee. Kijk, ik snap je punt. Het is uiteindelijk is het verantwoordelijkheid van het bedrijf. Hè? Hm. Als jij of de overheidsinstantie... en die moeten dan de juiste expertise inkopen... Hm. Dus het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de IT-systemen. Ja. En die moet ervoor zorgen dat die op zich dat niveau van beveiliging... of
de robuustheid van zijn systemen, de integriteit van zijn systemen, mm-hmm. Kan waarborgen. Kijken vanuit je praktijk, hè, want je komt natuurlijk vaak in beeld als er dingen misgaan. Wat zijn wat jou betreft belangrijke uitgangspunten als we kijken naar de komende jaren waar het alleen nog maar harder gaat? Waar Internet of Things, werkelijk alles hangt straks aan elkaar vast, digitaal, met IT. Wat zijn belangrijke aandachtspunten om te zorgen dat we dit soort debakels gaan voorkomen? Nou, ik zou een paar dingen die je kunt doen. Gebruik zoveel mogelijk standaard technologie. Dus ga niet al te veel... Waar nodig kun je voorkomen maatwerk. Ja. Want daar gaat het vaak mis. Dat is iets wat juist uit de kluiten groeit, maatwerk. Ja. Houd het klein. Niet één groot megalomaan project, maar doe het gewoon in stapjes. Ja. En laat ze op elkaar aansluiten. En weet en test. Oké, we hebben nu een deel van het systeem af. Het klopt, het deugt. We kunnen verder. Dat is een beetje de agile werkmethode. En dat werkt heel goed voor kleinere projecten. Dus... En ik denk met name ook dat het verwachtingspatroon bij de gebruikersorganisatie, die moet gewoon kloppen. Communicatie is belangrijk, betrokkenheid is belangrijk. En maak het gewoon niet te groot, maak het niet te complex, hou het simpel. Dus het zijn eigenlijk allemaal factoren die niet met de hard code zelf... Nee, ik denk als je kijkt, de echte codering... Dat zal een issue kunnen zijn, met name als je van legacy gaat naar een nieuw systeem. Je probeert die aan elkaar vast te knopen. Ja. En in die interface, de connectie tussen die twee systemen. Mm-hmm. Kijk, dat vergt wel de hogere denkwerk. Ja. En daar kun je natuurlijk wel missers in begaan. Ja. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet, denk ik, de bulk van waarom projecten... Waar de kern van de problematiek. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, we kunnen utopistisch kijken. Maar ik denk dat jij de komende jaren nog cases genoeg zult hebben... om tot een goede oplossing te komen. Never a dull moment. I can imagine. Dankjewel dat jij mijn gast wilt zijn. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken namens DLA Piper. Dankjewel. Hoi.